Zodra ik een aanbieding zie, duik ik er meteen op af. Hoewel ik het helaas, jammer genoeg, altijd te laat zie of hoor. Maar in dit geval was ik nog redelijk op tijd. In mijn geval redelijk op tijd, hoewel er niet zo heel veel keuze was. Maar ik heb er dan toch eentje tussenuit kunnen vissen. En in de meeste gevallen zaten de tuttels er nog tussen. Maar ja, die heb ik in feite allemaal al. Oké, met hier en daar een kleine verandering. Maar ik wil niet zoveel sets van tuttels hebben. Zo gek ben ik nu ook weer niet. Ik heb liever juist de andere personages zoals deze Napoleon Bonafrock. En zo ziet het eruit in zijn verpakking. En wat een leuke verpakking nog steeds. Intussen alweer een behoorlijke klassieker aan het worden. Ja, je ziet wel aan de prijs. Het is behoorlijk goedkoop. En zeker weten, als je nu gaat kijken, is alles weg. Hey, zo stom ik ben, hè. Ik had eigenlijk nog moeten vragen van, goh, heeft u nog wat achterliggen? Of een dag daarna ben ik nog geweest. Maar ja, dat denk je nou weer niet aan. Stom. Maar goed, aan de andere kant nog meer wat je eventueel kan verzamelen. Of nog opbreekt in je collectie. De bovenste rij heb ik al. En de onderste, de Casey Jones heb ik dan weer niet. Furfly heb ik ook niet. Natuurlijk April O'Neil, Splinter. Ja, toch eigenlijk vrij veel niet. Gek genoeg, ik wil het in Nederland maar niet lukken. Welke speelgoed winkel ik ook tegenkom, ze hebben ze niet. Dat is oh zo jammer. En zoals deze, dat lijkt me wel erg super cool. En dat lijkt juist weer een heel groot figuur, maar 9 van de 10 valt het wel behoorlijk tegen. Zoals deze Bebop en Rocksteady ook, die zijn in feite voor deze Turtles een beetje te klein. Want ze zijn bijna net zo groot en dat in principe is dat niet met de tekenfilm of de show. Nog steeds gemaakt door Playmates en ik zeg nog steeds, hoewel een kleine misstap hier en daar, zeg ik nog steeds bravo Playmates. Want ze doen toch wel behoorlijk hun best, want zoveel figuren hadden we in feite nog niet. Als je het überhaupt kan vinden. Voor meer informatie kan je natuurlijk naar knit.com/tmnt of naar playmatestoys.com of turtlesnick.tv. Dat is het enige. Ik ga deze verpakking even mooi openmaken en dan zien we de rest. Dan gaan we een beetje mee spelen. Tot zo dadelijk. Als je dan een figuurtje zoals dit kocht, dan, ja, ik doe het maar eventjes in het verleden, want als u nu gaat kijken, ja, dan kijkt u eigenlijk naar het verleden. Dan kreeg je, toen, weet u nog, zo'n pamfletje erbij. Dan kon je leuk zien en aanstrepen en kruisen wat je wel of niet hebt, of in ieder geval nog mist. Dat is toch leuk, toch? Er is nog meer wat andere figuren, wat pratende figuren en zelfs gooiende figuren. Zo zeg ik het dan maar. En ja, dit vind ik dan wel extra leuk. Je kent zelfs een figuur kopen met voertuigen, een leuke motor of een helikopter zelfs nog. Ja, ik vind dat voertuig met dat busje, zeg maar, dat vind ik zelf wel heel erg leuk. Soms is dat in de aanbieding en ja, dan ben ik weer net weer te laat om dat te kopen. Of daar heb ik zelf het geld er niet voor. En de nieuwste trend is, ze hebben nu ook een afstandsbestuurbare. En deze torenhoge speelset. Nou, dat was het dan. Nu dan echt het figuur. Dan kunnen we aan de andere kant gooien nu. Nou, dat komt dan uit zo'n treetje. Ja, dan moet je het natuurlijk ook weer gaan loshalen. Dat heb ik nog niet kunnen gedaan. In feite, ik denk, nee, ik heb het er zo uitgehalen, maar dat gaat dus dan toch weer niet. Heel vervelend. Dat wist ik trouwens ook niet. Ik denk, nou, ik haal het er zo uit. Lekker makkelijk.
Daar moet ik dan toch weer een mesje gaan pakken. Hè, verdorie. Dan ga ik er gewoon even een mesje pakken. Zo. Hoppakee. Daar gaat hij. Zo. Nou. Dan heb je natuurlijk zo'n wapen. Die haal je dan zo uit. Zie je meteen ook even aardig met details, al zeg ik het zelf. Al is het qua verf wat ze erop gesmeerd hebben eigenlijk niet aanwezig. Het is gewoon bruin plastic. Ja, dat is dan weer het beknibberigheid van het merk. Daar hebben ze dan voor gekozen. Maar dan krijg je wel weer voor terug een figuur of een stukje speelgoed met toch een aardige beweegbaarheid. Als je het gaat vergelijken uit de lijn uit de jaren 80 of 90 zelfs nog. Ja, die hadden dat lang niet zo. En bovendien zijn de figuren behoorlijk gedetailleerd. Al mis het wel een beetje aan details, want zo hier en daar. Ik noem maar, er zit een echt ritsje, nou niet echt ritsje, maar er zit wel iets van een suggeratie dat er een ritsje zit. Maar door de één kleur valt het in feite weg. Wat wel weer grappig is, is dat t-shirtje wat dan weer te klein is. Dat die eventjes snel van de lijn afgepikt hebt misschien, wie zal het zeggen. Een meisjes t-shirt, zo lijkt het. Grappig, toch? En dan zie je hier een strep om zijn beentje zitten met een mesje. Dat kan je er uiteraard niet afhalen, maar dat zit toch weer leuk gedetailleerd. En ja, een ander voorbeeld is het bandje om zijn voet is niet ingeschilderd. Dat hadden ze wel kunnen doen zoals ze dat met hun armpje hebben gedaan. Dat is hetzelfde bandje in feite. Het gezicht is eigenlijk heel erg prima gedaan. De oogjes zijn toch wel ingeschilderd nog. En hier en daar wat kleuraccenten onder zijn kin. Beetje wit. Ja, ze hadden het toch nodig voor zijn tand natuurlijk. En een beetje schaduw. Heel klein beetje schaduweffect op zijn mond. En dat was het. De rest is het, ja, een en al groen plastic. En als u mij zou vragen, hoe is nog steeds de kwaliteit van dit stukje speelgoed, of in ieder geval wat Playmates ervan maakt, bakt, laat ik het zo zeggen, want het wordt bijna gebakken. Ja, bijna. Ja, op zich heb ik niks te klagen. Alles voelt solide aan, de beentjes en de armpjes zitten niet los. En helemaal nieuw zie ik nu dat je een, ja, hoewel ze het er niet bij doen, je kan hem in feite ergens aan vastzetten als er een standaardje bij doet bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat hij uit zijn eigen blijft staan. Dus zal ik eens even proberen. Hoewel, ik zeg het nu wel, moet ik wel mijn best doen. Zoiets denk ik. Dan moet ik hem draaien denk ik. Nee, dat gaat ook niet. Hij doet even buiten beeld. Het is voor mezelf even makkelijk. Het is misschien een beetje onbeleefd. Maar ik zie niet hoe die nou kan blijven staan. Zo, een beetje. Oké, zo een beetje. Kijk, dat lukt dus wel. Dan moet je hem behoorlijk helpen. En een beetje balanceren. Het is niet de beste, maar het is mogelijk. Nou, kan hij zijn speer ook in zijn hand houden, zijn zelfgemaakte speer. Want het is, ja, ik vind het toch wel leuke details, alleen ja, het mist aan details door gebrek aan verf. Ik zie dat ik nog maar 2 minuten heb, maar ik heb niet zo heel lang nodig. Nou, zijn speer kan hij dus wel in zijn hand houden, maar het kan niet draaien, dit kan dan wel draaien, maar het kan niet zo draaien dat dit aan deze kant, zeg maar, draaien kan. Dus het kan wel deze kant op, maar
deze kant kan het weer niet op. En dat is toch wel lastig. Of je moet het zo gaan doen. Maar zo ga je geen speer gooien, denk ik. En dus dat is dan weer... Het handje kan je dan weer niet gaan draaien. Maar goed, over het algemeen een leuk stukje speelgoed. Een leuke speelgoedlijn. Die zeker als verzamelaar, maar ook als je ermee speelt, wel heel erg veel plezier aan kunt hebben. Dan moet die open kunnen blijven staan. Dat is als verzamelaar toch wel belangrijk. Zeg ik het een duim omhoog? Of zeg ik het, nou ja... Als je er niet zo heel veel hoge eisen aan hebt, ja, zeg ik al, dan heb je er heel veel plezier aan. Algemeen, leuk stukje speelgoed. Soms slaan we de plank mis, maar 9 van de 10 heb je er echt heel veel plezier aan. En dat was het. Dit was Kleiter Jelles. Dank voor het kijken. Heb nog een hele fijne dag. Van een prettige avond. Dag.